Mijn oordeel luidt dat Jan Pieterszoon Koen wel degelijk standbeeld waardig is. Laat ik dat oordeel proberen toe te lichten. In de allereerste plaats gaat het niet om de vraag of we nu een standbeeld van Jan Pieterszoon Koen gaan oprichten in Hoorn. Het gaat eigenlijk om de vraag of het standbeeld wat er al staat, of dat opgeruimd zou moeten worden vanwege de zaken die hij in de Oost heeft verricht. En dan moeten we constateren dat dat standbeeld is opgericht in de late 19e eeuw. Het standbeeld zelf is dus alweer eigenlijk een historisch feit. In de late 19e eeuw keken de Nederlanders heel anders aan tegen hun eigen geschiedenis, en met name ook natuurlijk tegen Nederlands-Indië, dan ze dat nu doen. En in die zin is dat standbeeld dus eigenlijk een getuigenis van opvattingen die ongeveer anderhalve eeuw geleden bestonden. En ook in die zin moet het naar mijn idee blijven staan. Al zou je er eventueel een tekst aan kunnen toevoegen dat we nu anders over die kwesties denken, althans sommigen daar anders over denken dan in de tijd toen het standbeeld is opgericht. Nu die gewelddadigheid van Jan Pieterszoon Koen, want het gaat er niet om dat we die gewelddadigheid gaan ontkennen, die heeft wel degelijk plaatsgevonden. Maar laten we eens kijken wat hij daar eigenlijk moest doen en onder welke omstandigheden dat gebeurde en wat voor dingen zijn tijdgenoten daar ter plaatse deden. Want we kunnen natuurlijk wel een oordeel uitspreken vanuit het nu en zeker vanuit het brave Nederland van nu. En misschien zou je er ook anders tegenaan kijken wanneer je vanuit Centraal-Afrika een oordeel zou moeten uitspreken. Maar we moeten rekening houden met de omstandigheden die toen daar bestonden. Wat de Verenigde Oost-Indische Compagnie wilde, was een handelsmonopolie ter plekke. Er waren tal van kapers op de kust. Kapers die bovendien graag bereid waren ook grootschalig geweld te gebruiken. In die context is het grootschalige geweld wat Koen liet gebruiken eigenlijk veel begrijpelijker. Wat daar aan de gang was in die decennia en in de loop van de 17e eeuw, was dat de westerse mogendheden, zeg maar de West-Europese mogendheden, met grof geweld inbraken in de handelsstromen in Azië. En daarin stonden de Hollanders niet alleen, dat gold eigenlijk voor alle West-Europese naties die daar in de Oost actief waren. En in die termen, in dat raamwerk, dienen wij Jan Pieterszoon Koen feitelijk te zien. En dan ziet die situatie er natuurlijk anders uit. Ook al denken wij daar nu heel anders over dan de heren 17 in dat tijd in de vroege 17e eeuw. En dan is er eigenlijk nog een heel andere kwestie die misschien toch in dit verband zou moeten worden besproken. En dat is het feit dat wij kennelijk van mening zijn dat voor slechterikken geen standbeelden mogen worden opgericht, of dat voor slechterikken geen plakettes aan huizen mogen worden aangebracht. En dat is eigenlijk vrij wonderlijk, want waarom zouden we dat niet doen? Ook het kwaad moet herdacht worden. En waarom zou je niet ook een standbeeld kunnen oprichten voor een ongelofelijke boef? Mits dat standbeeld dan maar duidelijk maakt dat het een ongelofelijke boef is. Het is eigenlijk een beetje, ja, zou ik moeten bepleiten, want dat is het meest extreme geval wat ik mij nu kan voorstellen eigenlijk, zou ergens in Duitsland een standbeeld van Adolf Hitler moeten worden opgericht. Ik geloof niet dat dat nou zo noodzakelijk is. We zijn Adolf Hitler absoluut niet vergeten. Die krijgt feitelijk nog overal min of meer dagelijks aandacht, maar er zijn slechterikken of plekken die op enige wijze gekenmerkt worden door verschrikkelijke ellende die zich daar heeft afgespeeld, die naar mijn idee wel degelijk geïndiceerd moeten worden, waar aandacht aan besteed moet worden. Het is raar dat we alleen maar aandacht besteden aan dingen die we als zeer positief beschouwen in het verleden. Het zou een complexe combinatie moeten zijn waardoor we kunnen zien dat goed en kwaad in het verleden al evenzeer bij elkaar horen als in het heden.